Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, heeft geconstateerd dat de samenleving in toenemende mate te lijden heeft van spam-e-mail en phishing-e-mail. Met name phishing valt onder cybercrime. Ontvangers worden namelijk onder valse voorwendselen gevraagd persoonlijke informatie zoals bankgegevens, adressen en pincodes op te sturen. Telesuur benadrukt e-mailgebruikers op het hart e-mails afkomstig van http://sr.net.billing@sr.net en billing@telesuur.sr niet te openen, maar die terstond te verwijderen. Het telecommunicatiebedrijf benadrukt dat deze berichten niet vanuit de Telesuur-server zijn verstuurd en is bezig zijn securitymaatregelen te verscherpen. Gebruikers wordt gevraagd hetzelfde te doen voor al hun mobiele toestellen en computers. Op e-mailgebruikers wordt een dringend beroep gedaan om waakzaam te zijn en in voorkomende gevallen of bij twijfel persoonlijk contact te maken met Telesuur via het hoofdnummer 47 42 42 of via de helpdesk 152.